Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Voorzitter, uitgerekend op de dag dat de VVD-premier oproept normaal te doen, wordt duidelijk hoe zijn eigen mensen jarenlang de kluit hebben bedonderd. Niet eerder kwam een moreel appel zo snel als een boemerang terug. Uit het boek van Bas Haan komt een ontluisterend beeld naar voren over hoe de VVD in deze opereert, in deze regering. Dat je mag liegen, mag zwijgen tegen de bevolking en tegen de Kamer. Dat je de waarheid kunt inzetten als een optie, alleen wanneer het je uitkomt. Voorzitter, inmiddels hebben we een complete trilogie aan onderzoek gehad. Ik zou zeggen, maak uw zin eerst af. Nee? Ik had aan de trilogie willen beginnen, maar die kan de heer Zijlstra ook wel inkoppen. De heer Zijlstra. Voorzitter, ik had me voorgenomen even te blijven zitten, maar wij hebben een debat. Hè? Het is gebruikelijk dat we in een debat vermoedens, denkbeelden neerleggen en dan aan een bewindspersoon vragen of onze vermoedens juist zijn of dat hij daar nog wat tegenover aan te brengen heeft. Als ik de heer Roemer hoor, deelt hij alle conclusies en beschuldigingen die door in het boek worden gemaakt. Zit er nog ergens enige voorbehoud of is uw oordeel klaar? Het was in de media al zo, maar ook in dit debat. Want ja, als u toch al een oordeel klaar heeft, dan heeft het niet zoveel zin om door te praten. De heer Roemer. Nou, het zin heeft om door te praten, daar ga ik zelf over. Dat is één. En twee, mag ik de heer Zijlstra even in herinnering roepen dat dit ongeveer het zesde, let wel, zesde functioneringsgesprek van deze minister is. Dat we daarvoor al een keer eerder een motie van wantrouwen hebben ingediend. Dat we een andere motie van wantrouwen al een keer hebben gesteund. Dat wij over dit onderwerp een motie van afkeuring naar het kabinet daarover hebben gesteund. Dan krijgen we nu een boek van Bas Haan met nog meer onthullingen. Vindt u het gek dat ik dan inderdaad al een behoorlijke conclusie heb getrokken? En uiteraard is het aan de minister om zich te verdedigen. Maar ik zeg er heel eerlijk bij. Hij zal van verschrikkelijk goed huis moeten komen. Wil hij dat gevoel van ongeloofwaardigheid bij mij nog weg willen nemen, ja. Gaat u verder. Voorzitter, de trilogie. Oosting 1 over hoe door de Teven-deal een crimineel is verrijkt en de samenleving is bedonderd. Oosting 2 over de vraag of het bonnetje eerder gevonden had kunnen worden. Hoe deze doofpot nu precies kon ontstaan. En nu het boek van Bas Haan. Over de betrouwbaarheid van de verantwoordelijke VVD-politici. Over de vraag of ons land bestuurd wordt door eerlijke betrouwbare mensen of roekeloze opportunisten. Voorzitter, we wisten dat Kamerlid Van der Steur meeschreef aan brieven van de minister aan zichzelf. De minister klopt zichzelf in het debat in december 2015 op de borst. Hij heeft het overleg waarin de persoonlijke aantekeningen met de herinneringen van Teven besproken worden voortijdig verlaten. Hij zegt in het debat letterlijk: toen ben ik opgestaan en heb ik gezegd: het past mij niet als woordvoerder, als Kamerlid, om kennis te nemen van die informatie, omdat die informatie niet bekend is bij de Kamer. Dat is een leugen. Hij kan misschien opgestaan zijn en weggelopen, maar niet omdat het ongepast vond kennis te nemen van die informatie, maar omdat hij die kennis allang had. Voorzitter, en dat is wat mij betreft ook de crux. Het gaat hier over meer dan feiten. Het gaat over de grondhouding van de minister en van de minister-president. Dat je niet alleen de waarheid niet zegt uit lijfsbehoud, maar dat je doelbewust meewerkt aan het stelselmatig verkeerd of niet informeren van de bevolking en de Tweede Kamer. Hoe moeten wij een minister vertrouwen die als Kamerlid het werk van zijn collega's saboteerde en er vervolgens als minister overloog? Voorzitter, ook de premier heeft een soepele omgang met de waarheid. Het gespreksverslag met de herinneringen van Teven bestaat niet, aldus de premier in het debat. Hij maakt er vervolgens een woordspelletje van. Het zou geen officieel verslag zijn, maar feit is dat hij het een uur voor het debat nog in handen heeft gehad. En ook het ministerie van AZ van de premier kreeg op 8 maart 2015 de concept beantwoorden met de bedragen die Teven zich herinnerde. En tot de dag van vandaag houdt de premier vol dat hij die bedragen nog nooit heeft gezien en hier niets van wist. Voorzitter,
volstrekt ongeloofwaardig. Onder leiding van deze premier is jarenlang en structureel informatie achtergehouden aan de Kamer. Had de premier niet veel schade en heel veel gênante debatten over dit onderwerp kunnen besparen door direct eerlijk te zijn? Is het niet het minste wat de bevolking van politici mag verwachten? Dat we eerlijk en betrouwbaar zijn. Voorzitter, we hoeven vandaag niet te herhalen wat al zo vaak is gezegd. Dat de deal die gesloten is met Kees H. niet deugde. Dat de bevolking en de Kamer verkeerd geïnformeerd was. Het was puur opportunistisch handelen. Je eigen waarheden creëren en daaraan vasthouden. Schone schijn boven harde feiten. Of zoals Bas Haan het schrijft. Continu handelden zij uit zuiver politiek pragmatisme en opportunisme, niet gehinderd door de waarheid of de feiten. Voorzitter, het vertrouwen is beschadigd. Aan liegende politici heeft de bevolking geen behoefte. Trek uw conclusie.